Hey, daar ben ik weer. Ben je daar weer, Monique? Ja, ik ben er weer. Ik ben meerdere filmpjes achter elkaar aan het opnemen. Dus ja, voor mijn gevoel ben ik er weer. Ik heb een nieuwe box. ASOS. Ik volg een paar YouTubers uit Engeland. Ik zit een kussen dwars. Even goed zitten hoor. Allemaal. Zo. Uit Engeland, YouTubers. Diary of Beauty Geek heet ze. Ze heette eerst altijd Diary of 40 something. Maar ze heet nu Diary of Beauty Geek. Die volg ik. En Sussex Sandra. En daar zag ik wel eens een paar keer de ASOS box voorbij komen. En toen dacht ik, jeetje, wat een leuke box. En ja, dat zou die ook in Nederland er zijn. Hè, zouden wij in Nederland er ook aan kunnen komen? Zo zeggen. Nou, dat kan dus. Ik heb hem besteld zoals jullie zien. Het mooie van ASOS is, het is geen abonnement. Ik heb natuurlijk ook nog twee andere boxen, de Style Tone en de Look Fantastic. Dat zijn echt abonnementen waar je dus op moet abonneren. En dat kan je voor per maandelijks doen of voor een langere periode. En dit ASOS die gewoon aan het begin van de maand. Dan zetten ze een box op hun site. En dan kan je bestellen. En ja, is die uitverkocht? Ja, dan is die uitverkocht. En dus ja, ze schijnen wel snel uitverkocht te raken. Dus probeer er wel snel bij te zijn. Dus ik ga voortaan de eerste van de maand. Ga ik op de site van de ASOS kijken of de box er is. Het voordeel ervan is, je ziet al wat erin zit. Dus als je denkt van, hey, hij spreekt me aan. Dan bestel je hem. En spreekt ze je niet aan, dan sla je gewoon een maandje over. Hij kost €14,95 als ik het goed heb. En er komt €4,95 aan verzendkosten extra erbij. Bestel je voor €30. Was die €14,95? Ik geloof het wel. En dan even, maar bestel je voor, ik dacht het meen, nee, dat was geen €30. Maar bestel je voor €25, geloof ik, dan is de verzendkosten gratis. Dus ja, hey, ik ben een Nederlander, hè. Dus Monique had natuurlijk wat extra's besteld om gratis verzonden te krijgen. Ik denk, als ik dan toch €4,95 moet betalen, kan ik net zo goed iets extra's bestellen. En, maar je kan ook, en dat is ook misschien nog een optie. Ik kijk even aan hoe vaak ik ga bestellen van ASOS. Je kan dan een soort leveringproduct betalen. Dan betaal je eenmalig €25. En dan zijn de leveringskosten dus gratis. Tenminste, zover gratis. Als je dan 5 bestellingen hebt gedaan, heb je het er al uit. 5 keer 5 is 25. Dus een 6e bestelling is dan gratis. En het voordeel is van die regeling, dat je hem dan ook de volgende dag al in huis hebt. En ik heb nu 4 dagen moeten wachten. Dus is wel nog even een overweging waard om dat misschien ook te doen. Nou ja, dit is dus de box. Keurig witte. Met ASOS erop. Oh, vergeet ik te vertellen, ze hebben soms ook themaboxen. Dan is alles in de box van een bepaald thema. Dat hebben ze alles gehad met Makeup Revolution, met Bobby Brown en met Clinique. Dan is die iets duurder, de box. Maar dan is alle producten dus van dat merk. Nou, zo ziet hij er aan de binnenkant eruit. Met een kaartje. Geen boekje in deze. Oh, Engels. En dat is niet erg. Maar dan moet ik het vertalen. Dus dat kan even. Ik moet even vertalen. Mijn hersens moeten dan even omdraaien. This month's ASOS box. Deze maand. Even kijken. Deze maand is de box vol met skincare. Dat maakt. Dat zorgt dat je gaat glowen. Ja. En hydrateren. Nou, kijk eens uit. Kijk eens aan bedoel ik. Dit is de inhoud. Je moet het een beetje zien. 1, 2, 3, 4, 5 artikelen. En ik ga ze eruit halen voor jullie. En even kijken. Het geeft heel weinig informatie.
Maar dat geeft niet, we komen er wel uit. Het eerste wat ik lees. Probeer uit. De First Aid Beauty Facial Radiance Pads. Dat zijn deze. Deze zijn dat. De pads die... Facials, in ieder geval dus voor je gezicht. Zover ben ik al. Oh, dat ruikt wel lekker. Oh, dat is gewoon om... zijn van die reinigingsdoekjes. Ja. Wipe pads across face, neck en décolleté. Once or twice, daily after cleansing. Dus je maakt je gezicht schoon en dan doe je dit er nog eens overheen. Om het te... Oh, het helpt gewoon om je gezicht, weet je, om je huid meer te laten stralen. Brightening. Exfoliate. Tone en brightening. Dus dat is het eerste product. Wat hebben we dan? Wat hebben we dan? Then follow up with a little of the ordinary niacinamide 10% en zink. Oh, die serums. Oh, die van The Ordinary. Die serums, die zijn geweldig. Die zijn echt geweldig. Niet duur. Tussen de 6-7 euro. Krijg je zo'n grote fles voor. Ik heb die met hyaluronzuur heb ik gehad. Die is vocht inbrengend. Die is onwijs lekker. Die heb ik opnieuw besteld. Dat is dus die 4,95 die ik heb. Dus ik heb zo'n, en zo'n andere formule hiervan besteld. En dit is dan met niacinamide en zink. Mineralen, vitamine. En even ruiken. Ik wil altijd even ruiken. Nee, het heeft niet een specifieke geur. Dus die ga ik in mijn routine erin inbrengen. Leuk, leuk om te proberen. Even kijken. Wat hebben we dan? Emma Hardy. Oh, dat is ook een duur merk, Emma Hardy. Ja, dus er staan geen prijzen bij op het kaartje. Er staan geen prijzen bij. Dus ik ga even uitzoeken wat alles kost. En dan vermeld ik dat allemaal hieronder in de rechterhoek. Heb je dan zo'n klein driehoekje. Als je daarop drukt, krijg je meer informatie. En daar zal ik dan alles opschrijven hoe duur het allemaal is, als jullie je dat interesseren. Een licht hydraterende en beschermende dagelijkse moisturizer. Verzacht en primed de skin. Oh, dat is een primer. UVA en UVB SPF 30 protection. Oh, dat is mooi. Dat is heel goed voor van de zomer. SPF 30 zon protection. Dit is dus een primer, dus voor onder, kijk, mooi gesield. Ik moet echt wennen dat ik andersom ga in het spiegelbeeld. Ik zie mezelf en dan, dat zei ik in het vorige filmpje. Dan iedere keer dan denk ik, oh, ik moet een beetje meer naar rechts, maar dan moet ik eigenlijk meer naar links. Dus dan in plaats van dat ik het in beeld haal, gooi ik het uit beeld. Oh, dat ruikt lekker. Ja, ja, gewoon zoals alle producten eigenlijk van hun ruiken. Ja. Ja, oh, lekker. Ja. Nou. Emma Hardy. Primer. Met hoog SPF. Dat is wel belangrijk tegenwoordig, hè. Goede zonbescherming. Dat is echt, echt nodig. Oké. Dan, wat hebben ze dan nog meer? En dan een masker van Nip & Fab. Een hydraterend masker. Dragon's Blood. Een hydratatie. Hydrogel. Oh, de zon schittert een beetje. Kun je het een beetje zien? Oh. Dus, ja, ik zit tegenover mijn huis.
mijn raam. Dus zo. Ja. Tegenover mijn raam zit ik. En dan krijgen jullie net natuurlijk de schittering ervan. En sheet mask. Sheet mask. Altijd lekker. En dan het laatste. Is van Origins. En dit is een treatment lotion. Als ik niet weet waar iets voor is, zoek ik het altijd op YouTube. Oh, dit is echt een... Dit is echt een lotion. Dus na je reinigingsmelk. Ja. Oh, die ruikt ook lekker. Ja. Oké. Nou, dit was de ASOS box. Ik vind hem leuk. Dus ja, ik wist natuurlijk al wat erin zat. Want, ja, dat zie je natuurlijk op het plaatje. Als je het bestelt, zie je wat erin zit. Maar het is echt een... Als je het in het echt hebt, dan is het nog leuker. Dus we hadden een masker. We hebben een lotion voor de huid. Van die pads. Voor reiniging. Een serum. En een hydraterende... Hoe heet dat? Een primer. Leuke artikelen. Ik ga jullie... Ik ga opzoeken hoe duur alles is. Ik laat het jullie weten. Onderin ga ik het opschrijven. Komt helemaal goed. Vond je het weer een leuk filmpje? Geef me een duimpje. Wil je meer filmpjes zien? Abonneer je. Hartstikke leuk. Dat zou ik erg fijn vinden. En het is toch altijd leuk. En wat je dan vindt. Je mag ook een commentaar achterlaten. Liefst natuurlijk leuk commentaar. Een vervelend commentaar hoeft niet. Mag je overslaan. Mag je voor je houden. Als je leuk commentaar hebt, dan mag je dat achterlaten. Ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer weer. Bye!